De vegan leefstijl en zwangerschap. Wat kunnen we daar als voedingsadvies voor geven? We kunnen natuurlijk niet uitgaan van onderzoeken, want we kennen nog totaal niet de effecten op lange termijn. We weten nog niet wat dat voor effect gaat hebben, dus we zullen het logischerwijze moeten beredeneren. Verdiep je in ieder geval heel erg goed. Lees echt alles wat je te pakken kan krijgen, want het is heel makkelijk om het fout te doen en het is heel moeilijk om het goed te doen. Waar heb je mee te maken? We hebben te maken met goede vitamine en mineralen, voldoende eiwitten en ook goede kwaliteit vetten. De eiwitten en de vetten zijn bouwstoffen voor jou en voor je baby natuurlijk. De vitamine en mineralen die kan je aanvullen. Let erop dat het altijd de natuurlijke varianten zijn, want die zijn het best opneembaar voor ons en zorgen ook voor dat er geen bewerkte producten bij zitten. Soms heb je capsules waar bijvoorbeeld zonnebloemolie in zit. Vermijd alle zonnebloemolie die je maar kan vermijden, echt overal in. Het andere is, als jij je supplement, je vitamine mineralen supplement eet in combinatie met je volkoren boterham of volkoren pasta, dan zullen die vezels de mineralen binden en dan neem je ze dus wel in, maar zijn ze vervolgens niet goed opneembaar in je darmen. Dus let daar goed op. Het andere is natuurlijk de eiwitten. Dierlijke producten hebben de beste kwaliteit eiwitten voor ons. En er zijn vleesvervangers die je prima kan nemen. Maar de klassiekers zijn het beste, zoals tempeh en tofu. En al de vegan vleesvervangers die ik nu in de schappen zie verschijnen, is pure commercie helaas. Want er zitten ontzettend veel toevoegingen in. Dat wil je echt niet. En ook zit er altijd bewerkte plantaardige olie in. En dan noem ik weer zonnebloemolie, de palmolie, de rijstolie, de sojaolie. Ze hebben een veel te hoog omega 6 gehalte, wat werkt als een langzaam gif. Je merkt niet direct dat het niet goed is voor je lijf, maar langzaam bouwt zich inflammatie op in je lichaam. En inflammatie is eigenlijk de oorzaak, de oorsprong van bijna alle chronische aandoeningen die we heden ten dagen tegenkomen. Dus zorg dat je onbewerkte oliesoorten neemt en dus ook let heel goed op je vegan vleesvervangers die je gaat gebruiken. Als je vegetarisch eet, zou je misschien nog visoliecapsules kunnen nemen, hoewel die capsules eigenlijk nooit goed zijn omdat ze ook altijd bewerkt zijn en er zonnebloemolie in zit. Dus dan heb je een echt goede kwaliteit omega 3 olie nodig. Vegans kunnen supplementen van algen nemen, maar ook daar goed op letten dat er geen zonnebloemolie, palmolie, rijstolie, sojaolie in zit. Want dan wordt het erger dan waar je het voor neemt. Dan krijg je nog een hoger omega 6 gehalte in je lijf, terwijl de verhouding omega 6, omega 3 ongeveer gelijk moet zijn. En dat is heel moeilijk om te doen. De volgende vraag die ik zou hebben is, ga je je baby ook vegan voeden? Want dan zou je geen borstvoeding mogen geven. Dus daar zou ik echt wel goed over nadenken hoe je daarmee omgaat. Ik wens je in ieder geval een hele fijne zwangerschap en een lieve, gezonde baby.